Het is vandaag de internationale dag tegen homo- en transfobie. Speciaal voor deze dag zijn in Eindhoven kunstenaars bezig met het maken van een regenboogtunnel. Die komt in de Kruisstraat tunnel. En we praten er hier in de studio even over met de kunstenaar Vincent Huibers... En met Bianca Verkaathoven van het COC in Eindhoven. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Uh, wij zeiden net al tegen elkaar: wij wisten niet eens dat het bestond. Een internationale dag tegen homo- en transfobie. Maar ook daar is dus een dag voor. Uh, helaas, moet je misschien wel constateren. Bianca. Ja, 27 jaar geleden werd uh, door de World Health Organization de ho homoseksualiteit als ziekte uit het, uh, bo uit het boek voor uh, ziekte zal ik zeggen, uh, geschrapt. En vanuit daar is dat op een gegeven moment geworden tot de internationale dag tegen uh, homo en transfobie. Het stond Juist... dus eerst als ziekte gemeld. Ja. En dat is nog maar 27 jaar geleden. Ja. Ja, ja en als je, als je dat bedenkt, ik ben zelf 32. Um, dan kun je zien hoe kort dat nog geleden is en hoe, hoe vers dat nog is. En hoe belangrijk het dus is om dagen als vandaag. Uh, ja, elke dag natuurlijk maar vandaag speciaal stil te staan bij de emancipatie van uh, homo's en transgenders. Maar goed, uh, homo en transfobie. Er zijn dus, ja, voor mensen die enigszins open minded zijn, is dat zo gek om te bevatten, maar er zijn dus mensen die echt uh, platvertaald angst hebben om om te gaan met mensen die op het andere geslacht vallen. Zou ik dat zo moeten zien? Ja, dat zou kunnen, maar ook angst voor het onbekende of nou ja, weet je, uh, uh, mens, mensen die elkaar niet kennen. Het gaat vooral om zichtbaarheid. En ik denk dat dat vandaag een van de belangrijkste items is: dat je als stad laat zien, wij vinden het belangrijk dat we met elkaar samenleven. Um, en dat je ook fysiek in de openbare ruimte laat zien, die zichtbaarheid van alle kleuren die we hebben in onze stad, die, uh, dat willen we graag uitdragen. Daarom een kunstwerk en daarvoor is Vincent aangeschoven. De man die aan de slag gaat of al, is gegaan. Is hij al af? Of? Uh, hij is nog niet helemaal af. Uh, ik ben maandagochtend begonnen samen ah. met uh, mijn collega uh, Mr. June uit Rotterdam. En uh, met z'n tweeën werken we daar in totaal zo'n vijf à zes dagen aan. Een, een graffiti tunnel uh, in regenboogkleuren natuurlijk. Heel veel ja. steden hebben een, een regenboogzebrapad. Maar Eindhoven pakt het natuurlijk weer anders aan. Ja, ja, dat is het mooie aan Eindhoven. Uh, er gebeurt veel op, uh, op graffiti-gebied, street-art gebied. Street art gebied. Uh, veel uh, kunstwerk in de openbare ruimte. En uh, ja, daar, daar zijn we erg blij mee. En hoe is dat dan gegaan? Uh, de, heeft de gemeente bij je aangeklopt of je hier aan mee wilde werken? Of kwam dat van het COC? Of hoe ben je hierbij betrokken geraakt? Het, uh, het initiatief is eigenlijk vanuit de gemeente genomen. Uh, 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 daarna hebben ze eigenlijk pas het COC uh, daarbij, uh, daarbij betrokken. Ja, de, mag, mag ik even ja, horen? Ja. Ja. Er, er is wel contact geweest tussen de uh, gemeenteraadsleden die ermee bezig zijn geweest en het COC. Van uh, oké, okay, hoe gaan we dat aanpakken? Dus, uh, ja. ja. Oké. Okay. En dan waren um, nou, we gekeken naar hoe gaat die uitwerking ja, precies. precies. Dus toen zijn wij uh, 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 met het COC daarover uh, ook in gesprek gegaan... over het ontwerp en zo. Uh, ja, hoe is de gemeente bij mij terechtgekomen? Uh, van, ik, ik organiseer het grootste graffiti festival van uh, Nederland... In, uh, in Eindhoven, samen met uh, Dynamo. En eigenlijk, uh, uh, doordat wij dat doen... Uh, ja, zijn we een soort aanspreekpunt geworden voor, voor grote graffiti-projecten, zodoende. En, en omschrijf eens wat je nou precies aan het maken bent. Is dat gewoon uh, een fietstunnel met uh, een, uh, op de muren de kleuren, rood, oranje, geel, groen, blauw? Of, of, of wordt het iets kutzinniger en ziet het um, er heel anders uit? Uh? Ja, nou we, we, hebben zelf, we hebben zelf graag ook wat artistieke vrijheid en dat was gelukkig ook wel mogelijk binnen dit project. Uh, dus de voorkant van de tunnel is echt een, een, een gestileerde regenboog. En uh, in de binnenkant van de tunnel komen de regenboogkleuren terug. Wel wat meer in onze eigen stijl. En uh, we hebben daar de tekst uh, Love and Let Love uh, gaan we daar aanbrengen. Dat Helder, ook. Ja. ja. Duidelijke ja, dus ook een, boodschap dus. Een duidelijke boodschap ja. en, uh, en ook een universele boodschap... Uh, niet alleen maar voor de, de, de LGBT-beweging uh, en de mensen die ermee te maken hebben. maar gewoon voor iedereen. Dat vond ik ook belangrijk dat het een tekst is die daarmee te maken heeft. Maar ook een tekst waar iedereen zich in kan vinden. die voor iedereen belangrijk is. Bianca, hoe zit het met de acceptatie uh, uh, in Eindhoven? Loopt Eindhoven een beetje voorop? Gaat het allemaal goed? Of moet er nog veel gebeuren in Eindhoven? Nou, ik denk dat er overal nog veel moet gebeuren. Als je kijkt naar de. De nieuwsberichten van de afgelopen maanden... denk ik dat dat ook aangeeft hoe belangrijk het is... dat we elke dag werken aan acceptatie. Die wettelijke acceptatie die is... Uh, die is redelijk rond. Alleen die sociale acceptatie, dat is iets wat je iedere dag aan moet werken. Daarom dus je kan wij... het wel opschrijven, maar als mensen zich er niet aan houden... dan heb je er nog niet zoveel aan. Het gaat om samenleven. En samenleven is samenwerken. En daar zul je iedere dag aan moeten werken. Daarom zijn we ook continu bezig met het uh, geven van voorlichting. En wat ons betreft zou je dat dus ook moeten doen... van basisschool tot, tot beroepsopleiding. En... Uh, gewoon om die, 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 die zichtbaarheid te laten zien. Mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Um, en de diversiteit van je samenleving te vieren. En te zien dat die diversiteit bestaat. Um, daarmee uh, mensen gewoon uh, meer kennis te krijgen over... hoe ziet die samenleving er nou uit? En hoe kun je er nou voor zorgen dat je echt samenleeft? Uh, dat is ons doel en daar past dit project volgens mij perfect bij. Wanneer ja. is um, Begin volgende week. Wat er eigenlijk vandaag moet of niet, Bianca. Dat is wel leuk geweest. een Opening vandaag of. Nou, het, het is juist vandaag ook de bedoeling dat uh, uh, tijdens de festiviteiten, we hebben de voorkant van de tunnel af, ja. zeg maar, dus de grote regenboog staat. Dus dat gedeelte wordt zeg maar geopend. En in de binnenkant van de tunnel is er dan vanmiddag ook tijdens de festiviteiten gelegenheid voor een aantal mensen om. Ook een paar vlakjes in te kleuren. Ah, en zo ook. Iedereen deel kan er aan bij te dragen. Ja, binnen bepaalde grenzen, ja. zeg maar. Want uh, wij moeten er natuurlijk het, het eindproduct van maken. Maar, uh, uh, maar wel dat mensen ja, daar toch ook een klein steentje aan bijgedragen hebben. En ook een soort van mede-eigenaar worden van het, uh, van het project. Leuk. Dus je ja. gaat de spuitbus nog even ter hand nemen, dan Bianca. Wel even Absoluut, Ja, dat ja. wou ik net zeggen. Maar dit vind ik zo mooi in Eindhoven. Dat je dit op een. Urban manier inzet en dat inderdaad, nou ja, iedereen mag gewoon dadelijk een onderdeel zijn van die tunnel. Ja, hoe, hoe beter kun je diversiteit in je stad laten zien? Top. Niks ja. meer dan ja. uh, vanmiddag dus daar uh, uh, wat festiviteiten. Kruistraat tunnel. Mensen die uh, zin hebben, mogen gewoon langskomen, neem ik aan, toch? Hoe ja, meer mensen, hoe, uh, hoe beter. En hoe laat kunnen we ons uh, melden bij de tunnel? Vanaf drie, drie uur. uur. Vanaf drie uur mooi. Bianca van Kaathoven van het COC Vincent het uh, Zet hem op nog met die uh, spuitbussen. Maak hem uh, mooi af. En als die af is, dan komen oh, we Kijk, uh, mensen op televisie kunnen nu ook beelden zien. Nou, het ziet er mooi uit inderdaad. Dat is wel uh, een, een dingetje. Check anders ook even de foto's op uh, omroepraband.nl